Jullie, welkom bij de Gameduif. Ik heb al een hele lange tijd hierover nagedacht, eerlijk gezegd. En het probleem is zeg maar een beetje de intro. Ja, laat ik zeggen, deze vlog gaat zeg maar daarover. Is wel een vlog, nog een update video. Geen idee, ik wil eventjes vragen aan jullie, want jullie zijn natuurlijk kijkers van het kanaal. Zonder jullie kan dit kanaal überhaupt niet groeien. Welke vragen? Of ik wel of niet een intro zou doen. De reden is waarom ik het misschien niet zou willen doen, is omdat ik het gevoel heb dat het een beetje video ja, hoe zeg ik dit? Een beetje tegenhoudt. Ik wil liever meteen beginnen met de video. Echt meteen zo van, oké, yes, de video begint meteen, yes. Liever dan een mooie flashy intro hebben. Dat eigenlijk gewoon alleen maar een beetje daar is om er te zijn. Want wat is eigenlijk het nut van een intro? Het is gewoon van en wat is daar het nut van? Dus ik wil denk ik misschien de intro wegdoen. En ik wil graag jullie vragen of jullie dat wel zo fijn vinden. Want ik kan dat wel doen, maar hoe weet ik zo zeker of jullie dat zo fijn vinden? Alsjeblieft, laat achter in de reacties of jullie het fijn vinden, of jullie het oké vinden of gewoon goed vinden. Ik ben maar niet goed of wat. Yes, ik vind het helemaal gelijk. En of jullie het wel een beetje uitmaakt of ik de intro hou of niet hou. Zelf persoonlijk vind ik het niet zo heel fijn als een intro zit. Ik begin liever meteen met de video. Hopelijk, ja. Hopelijk weet je wat je moet doen nu. Zet in de reacties wat jij vindt. Of jij het oké vindt dat ik de intro weg doe. Want kom op, het is gewoon. Het is gewoon een klein filmpje van geen idee hoeveel seconden met de Gameduif erop. Wat is daar eigenlijk zo speciaal aan? Ik kan beter mijn gezicht, persoonlijkheid, meer... Geen idee, daar heb ik wat meer... Heb ik gevoeld dat het echt wat sneller gaat in de video. Dus ja, het is eigenlijk het einde van de video. Hopelijk heb je genoten. Laat in de reacties achter wat jij ervan vindt. Ik vind het zelf persoonlijk niet zo fijn om een intro nog te doen. Maar ik kan natuurlijk nog één ding zeggen. En dat is... Toedeloe.